Het was een hele happening. Meer dan 2500 mensen hebben eraan meegeholpen. En op de dag dat hij geplaatst werd, waren ook duizenden mensen die de plaatsing van de brug met eigen ogen wilden zien. Maar een brug van dit formaat staat er niet zomaar. Er zijn natuurlijk allerlei overleggen die je doet en dat begint met het ontwerp. Nou, in het begin ben je vaak nog bezig op een ander werk en dan begint dit. En dan vraagt zo'n ontwerper van Sjoerd, wil je eens meekijken? En hoe zou je dit oplossen? Hoe zou je dat oplossen? Er zijn een heleboel eisen meegegeven vanuit de gemeente. Dus nou, zo maak je gezamenlijk een ontwerp. En zodra dat goedgekeurd is, dan kan je dus overgaan tot de uitvoering. Dan krijg je gewoon een aantal disciplines. Eentje is er, eentje voor het beton, één voor de staal, maar ook één voor het ontwerp en één voor de voorbereiding. En dat is gewoon helemaal opgesplitst, zodat je alle onderdelen van zo'n brug snel kan realiseren. Want vergeet niet dat die brug eigenlijk in 3 jaar tijd van opdracht is hij ontworpen en gerealiseerd. Dat is natuurlijk een heel snelle periode. Hè? De brug is in een kort tijdbestek gerealiseerd. Daar was dus heel veel mankracht voor nodig. En dat moet allemaal in goede banen worden geleid. Je doet weer van zeg maar, het groepje van de staalbouw, het groepje van de betonbouw, het groepje van het grondwerk. Daar haal je allemaal de specialisten uit en die laat je samen die planningen maken. Mensen die echt verstand hebben van het werk en die betrokken zijn. Nou ja, dan ga je mee in overleg met de gemeente of zij dan ook daarin mee kunnen gaan met op tijd de documenten te keuren. Dus dat is dus gewoon heel veel overleg. Dan krijg je gewoon allemaal zo'n tussentijdse mijlpalen die je gehaald moet hebben. He, dus zeg maar ontwerp gereden binnen een jaar, dan moet je alles besteld hebben binnen 2 maanden. En dan moet je zeg maar de onderbanen klaar hebben binnen een jaar. Nou, zo maak je dat al. Dat is heel veel afstemming. Er is elke 5 jaar nog een reunie met alle bouwers. En die bouwers zijn nog steeds heel trots op het eindresultaat.